morgen, of wanneer je deze video kijkt. Het is vandaag donderdagochtend en Amaris is al bezig met de paardjes aan het voeren, et cetera. En ik, zoals je ziet, ben een beetje opgemaakt, want we gaan leuke video's opnemen vandaag. En ik blijf een beetje behind the scenes, want de hoofdvideo komt op het kanaal van Paardenpraat TV. Dus ik kijk een beetje, laat weer een beetje zien achter de schermen hoe of wat. Ik ga vandaag naar Bente toe en we gaan een video voor hun kanaal opnemen. En we gaan viskool meenemen. En dat vind ik heel erg spannend. Want vis is een tikkeltje apart. Misschien dat ik ook al een spoiler kan geven dat hoogstwaarschijnlijk, ik durf het niet te beloven, gaat viskool ook mee naar Horse Event. Dat denk ik. En vis is echt al heel lang niet mee geweest. De laatste keer was de Go Social Party. En toen was hij mega gestrest. Hij vindt het eigenlijk helemaal niet leuk. Dus daarom hoor ik jullie al denken, hey, het is toch zielig als je hem dan toch meeneemt. Nou, Vis en ik hebben dit altijd gedaan. Dit was waar we goed in waren. Dit is waar we heel veel lol uit haalden samen. Dit is echt iets wat we fantastisch vonden om te doen. Al die shows, al die demo's, al die open dagen. Iedereen vond het ook helemaal geweldig altijd. Ondertussen heeft de trailer daar zitten hoor. Maar op een of andere manier vond hij toen een tijdje, heeft hij een keer op de trailer, vond hij het ineens zo ontzettend spannend. Dat hij dacht van, yo, ik ga niet meer. En toen heeft hij ook, dan loopt hij dus de trailer op. Of dan wil hij de trailer oplopen. En dan draait hij in één keer uit het niets acuut om. En dan zet hij het gewoon op een rennen. En dan hou je er niks aan. Dus ik heb ook heel veel met laden gehad. Heel veel spanning. Ook voornamelijk bij mezelf. Niet alleen bij het paard. Dat hij dus deed wegrennen. En dat hij dus ook al een paar keer heeft losgelopen op een ander terrein. Dus ook een natuurgebied bijvoorbeeld met een fotoshoot. Dus daar zit ook de spanning voor mij bij. En hij vindt het gewoon heel eng. Dus hij moet gewoon weer een beetje inkomen. Denk ik vooral. Omdat hij toen een hele tijd niet mee is geweest vanwege de corona toen. Dus ik denk dat hij gewoon weer een beetje in moet komen. Want zodra hij bezig is, dan vindt hij het dus wel helemaal leuk. En dan is hij dus heel druk bezig met... Oh, we krijgen even een telefoontje. Dit is Amaris, die is aan het voeren. Hey. Hallo. Hallo. Moeten we eigenlijk naar buiten? Ja, het is wel mooi weer, hè? Ja, het schijnt mooi weer. Ja, laat maar lekker naar buiten dan. Het dus gaat niet regenen vandaag. Top dan, gewoon pas buiten voor de waar was ik met mijn verhaal? Ja, nou ja, goed. Vis die vond het toen wel echt wel leuk. Maar toen hadden we Harvey mee. Toen had hij best wel veel spanning van Harvey. Omdat Harvey ging de hele tijd naar hem roepen. En dat is best logisch natuurlijk. Maar ja, toen kreeg hij daar weer heel veel spanning van. Maar Vis en ik hebben dit altijd gedaan. En dit was echt zijn ding. En als publiek ging applaudisseren voor hem. En dan duwde hij mij echt aan de kant van, hallo, ik doe deze trucjes, hè. Zij staat er alleen maar naast. En hij vond dat helemaal het einde. En dit is gewoon een hele goede oefening nu. Vooral om hem mee te nemen naar die video's. Kijk, als hier zit er nu geen publiek. Maar dit is wel even het stukje onderweg. Even, zeg maar, het showtje oefenen. Gewoon in ieder geval even wat we daar dan ook doen. En als ik zie dat hij het echt niet leuk vindt, ja, dan blijft hij gewoon thuis. En dan was de Go Social Party gewoon zijn afscheidsshow. Dan is dat niet anders. Want ja, ik ga niet een paard opdringen van, je moet het maar leuk vinden. Maar ik ken Vis langer dan vandaag. En ik weet een beetje hoe Vis is. Dus ik denk als Vis ziet dat hij gewoon een goede ervaring dan overhoudt dit keer. Dat het gewoon weer helemaal prima is. En dat hij het gewoon weer geweldig vindt. Want dit is wel gewoon wat wij fantastisch vinden om te doen samen. Het grondwerken en het vrijstressuur en het spelen. En dat is wel iets wat wij fantastisch vinden om ook te kunnen laten zien aan de mensen. Dus ja, we gaan vandaag dus oefenen. En ik weet niet of ik dit mag vermelden, dus ik bliep het eruit. Anders, maar anders niet. De 29e en 30e zijn er Paardenpraat TV Fandagen, als ik het goed zeg. En daar ben ik voor gevraagd om een demo, een show te geven. En niet met een van mijn paarden, maar ik gebruik het paard van Bente. We gaan aan de hand werken, of in ieder geval grondwerken. En het paard vindt het de eerste paar minuten best wel spannend. Op vreemd terrein, in een andere omgeving, noem maar op. Dus goed, daar werk ik natuurlijk vaker mee.
Dus ik ga een stukje uitleggen van ja, hoe werk je dan met zo'n paard als die zenuwachtig is of als die gespannen is. En hoe laat je je paard wennen aan enge dingen en nou ja, dat soort dingen. Dus dat wordt zeg maar een stukje show en demo. Dat gaan Bent en ik vandaag ook oefenen. Dus ik ga kennis maken met Leen. Leen is het paard van Bente en daar ga ik dus ook mee werken. En het is een stukje even kennis maken met het paard. Dus dat gaan we ook doen en dat komt allemaal in die voorbereiding op het kanaal van Bente. Dus of op Paardenpraat TV. Dus dat wordt echt super leuk. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ga nu even de trailer snel eraan zetten, want Amara is al lang op mij aan het wachten. En dan ja, gaan we met de banaan. Ja, we zijn weer aan het reden. Wow, wat ben ik bruin? Huh? Of is dat licht nu? Oké. Tess is alles vergeten te vloggen van vandaag. Ja, sorry. We gaan even wat beelden van vandaag doorsturen naar jou, dat jullie die ook kunnen zien. Want dat is leuk. Want ja, dat is een beetje zonde, want het ging zo goed. Ja, want we gaan... Wat gaan we doen? Jij gaat met mij en Leen een clinic geven op de Vendag. Dus dat is echt super leuk. En het ging echt heel goed. We hebben vandaag geoefend, hè? Ja. Het ging echt heel erg goed. Het viel eigenlijk echt heel erg mee, hoe erg het was. Ja, het viel tegen qua sensatie. Ja, zo inderdaad. Eigenlijk is het gewoon een saaie video geweest. Ja. Nee, grap, hij is heel leuk. Ja. Dus die kunnen jullie checken bij Paardenpraat. En dan ga je ook vloggen op de Vendag. Dat kan. Ja, als ik iemand mee heb, dan kan ik zeker voor jullie vloggen. Ja, dat is leuk. Dat gaan we doen. Ja. Oh. Nou, wij gaan weer terug naar huis, want Vissie was super braaf met de Ook heel vet, hoor. Ja, ook weer heel braaf. Echt, met een goedse ding. Want Vissie is mee. Volgens mij heb ik dat ook gewoon gezegd al. Dus helemaal leuk. Heel leuk. Ja, was een leuke dag. Ja, zeker. Dus wij gaan weer terug naar huis. Een goede middag. Het is een nieuwe dag. Het is 00:30 en ik heb bijna alle paarden al gedaan. Hoe snel ben ik? Ik heb vanmorgen niet hoeven voeren, dus dat was heel relaxed even. Oh, mijn muziek gedaan. Ik was net even met Dana, we hebben net lekker even met Vissie gespeeld. We hebben net even met Roderick gespeeld en een beetje trucjes proberen te leren. Gewoon een beetje globale trucjes, gewoon een beetje basis. We hebben net even Legend buiten gehad in de buitenbaan samen met Jazz. Toen heb ik ook nog even mama's beentjes afgespoten. Dat deed ik ook stiekem bij Legends zo proberen. En toen vond hij dat helemaal prima. Het is echt een super nuchter veulen. Echt ongekend. Nou, Sans is even lekker los geweest. Jent is eventjes buiten geweest. Even ook wat trucjes gedaan om te oefenen. En ik ga nu even langs de Applejack waar mijn supplementen zijn op. Dus die ga ik even ophalen. Dus daar moet ik even aan beginnen. En ik heb er meer gedaan. Ja, Dreamy moet ik straks nog even doen. En we gaan zo meteen ook nog even een paard kijken voor de verkoop. Ik had ook al gezegd dat we... Laatste paard ging kijken voor de verkoop. Helaas waren die rugfoto's toch niet helemaal mooi. Dus dat was heel erg jammer. Dat was een heel erg leuk paard. Dus ja, nou ja, goed. Ik ben nu dus onderweg naar de Applejack. En dan ga ik even supplementen kopen. En daarna gaan we paard kijken. Dus dan weten jullie een beetje wat op mijn planning staat vandaag. Niet heel erg veel. Ik ben ook heel erg moe. Ik ben gisteravond lekker uit eten geweest. En ik denk dat ik nu nog steeds in mijn afterfood dip zit of zo. Ik weet het niet. Maar ja, op naar de Applejack. Het is de volgende dag. En ik heb het heel erg naar mijn zin. Nederlandse zomers. Nou. Claudia is er ook, die heeft net wedstrijd gegeven. Ik weet niet eens of jullie ons horen met deze wind. Nee, ik hoor... Denk het niet. Nee. Maar Claudia heeft wedstrijd gereden? Nou ja, het ging heel goed, maar de jury vond het niet zo leuk. Die vond het niet leuk. Helaas. En Bianca staat hier. Kijk, ik kan het niet zien, maar jullie wel. En Bianca staat daar. En oeh, we gaan achter de trainer staan. Ja. Hey Namki. Kom eens even groelen bij mij, niet zo boos naar mij kijken, hè? Namke houdt van mij. Oké, okay, nou in ieder geval, Namke die heeft ook een proefje gereden, dat ging eigenlijk wel weer prima. Ik heb niks kunnen filmen, want ik moest voorlezen en lesgeven. Maar eigenlijk ging het heel erg goed, ze liet er een paar keer een beetje zitten, dat ze net meer aan de hulp mocht zijn. En de jury, ik weet niet, ze moet nog de punten halen, maar de jury zei allemaal al dingen van, oh sokkenpaard. En toen dachten we, leuk sokken. En Namke heeft ook een lichte vorm van CPL, net als Dreamy en heel veel mok. Dus vandaar dat sokken afzet. Het is zelfs zonde dat je dat hebt gedaan. Laat dat mensen gewoon de proef rijden. Schrijf gewoon uit. Ieders ding. En dan erbij is het gewoon gezondheidsredenen gaat. Maar ja, hè? Lekker klagen. Wil je ook nog even klagen? Ja, ze was niet lief. Maar ze was niet. Ik vond het een beetje. Ze is wel braaf met dit weer. Geloof. Ik ga eens even, want ze hoort helemaal niks. Waait, zo. Ze liep wel, maar ze was wel een beetje eigenwijs. Ja. Beetje tegen been, niks willen, een beetje vastzetten. Dus het kan niet altijd goed gaan, hè? Met je sokkenpaard, zonder sokken. Met mijn sokkenpaard zonder sokken, ja. We gaan naar de kantine. Wel jammer dat ik niks heb gefilmd eigenlijk, maar het was ook echt zo'n pet weer. Ja, dat is niks. Dat was niet te doen. We gaan haar lekker afzadelen en
Gewoon kijken. Trainerzadelen, wat? Trainerzetten. Zetten. En dan, dan gaan we. Ja, dan zien we het wel. Ja, we gaan weer. Ja. Volgende. Ja. Zo allemaal, het is weer een nieuwe dag. En heb ik verteld dat we naar een paarsnaam kijken voor de verkoop. Echt super leuk diertjes. En dan wel rijtechnisch wat werk in. Maar echt super leuk paard. Dus we zijn een beetje in overleg daarmee en met de prijs en of we er overeen komen en of die dan inderdaad, hè, de foto's worden overgekeken, zijn die foto's prima genoeg. Dan laat ik hem sowieso overkeuren, want hè, you never know. Dus daar zitten we dan allemaal nog in afwachting van, maar dat komt allemaal nog wel. Dit is een beetje een chaotische vlog, omdat ik eigenlijk alleen maar het einde van mijn dag film en niet wat ik aan het doen ben op een dag. Want ik heb eigenlijk gewoon niemand die kan filmen en het is zo'n enorme chaos deze week. Echt bizar. Het is vandaag dus zondag. En zondag is voor mij echt even een zondag geweest. Overdag hebben mijn ouders gevoerd en gewoon de paarden, ja, volgens mij niet buiten gezet. Omdat het echt heel hard aan het regenen was en de paddocks zeiknat waren. Dus dat was even wat minder. Einde van de dag, dus vanavond hebben ze nog wel heel even buiten gestaan. Het is nu 9 uur 's avonds. En ik rij nu op het laantje van de stal. Dus ik ben echt net weg. Toen hebben ze nog eventjes buiten gestaan. En eventjes allemaal even de stal uit geweest. En dan de lunchje. En Dreamy heeft bijvoorbeeld even een nieuwe vlechten gehad. En we hebben een beetje rotstraal. Twee. Dus door de natte paddocks allemaal. Dus die zijn ook weer even behandeld voor de rotstraal. Dreamy 1 achterhoef. En die hengst. Ook een voetje en Santos, die heeft het eigenlijk altijd wel gehad. Ik weet niet echt waarom, maar goed. Zie, drie zelfs dus. Die heeft ook twee voorvoetjes ietsjes rotstraal. Dus dat zijn we lekker aan het behandelen. Hou je met deze natte bende toch niet tegen, jongens. Dit is toch geen zomer te noemen ook. Dus ja, Jente is gereden, de ponies zijn gereden. Dreamy is gelongeerd, de hengst is gelongeerd, vis is gelongeerd. Santos is gelongeerd. Roderickje is lekker gewoon lekker spelen, lekker buiten geweest. Jazz en Tweede zijn gewoon lekker buiten geweest. Die kunnen wel gewoon naar buiten in en uitlopen de hele dag. Alles is lekker het hok uit geweest. Ideaal, heerlijk. Zie je mij nog denken dat ik even vergeten ben om op te noemen? Nee, voor de rest is dit. Dus ja, alles is even vanavond lekker nog even naar uit geweest. En nu schijnt dus heerlijk het zonnetje. Maar ja, wat ik al zei, het is 9 uur, dus tijd om naar huis te gaan. En morgen wordt een leuke dag, want ik ga morgen met Rohan en Naomi naar een buitenrit. Want dat is hartstikke leuk. Dus dat ga ik doen. Ik vind het wel spannend, want ik moet in één keer op een vreemd paard. Oh, maar die paarden zijn gewend om mensen, of in ieder geval, die zijn braaf. Toch? Hoop ik. Maar ja, hartstikke leuk. Hartstikke veel zin in. Ik hoop dat het zonnetje dus net zo schijnt als vanavond. En niet zoals het de hele dag was. Het was aan het waaien, aan het regenen. Mijn goede. Het was echt bizar vies weer. Maar ik ben vandaag lekker met Dana op stap geweest. We zijn naar een soort marktje geweest. Heel cute. Die was daar in het centrum. Dus daar zijn we even lekker heen geweest. We zijn even lekker geweest lunchen. Dus ook een beetje mijn zondag. En vanavond ben ik dus hier teruggereden. Whisky zou opgehaald worden, maar dat liep even anders. Want die is verkocht. Ook nog gaande geweest, want die zijn we ook nog wezen keuren tussendoor. Die is op de foto geweest, dat was ook helemaal goed, dus dat is ook heel erg fijn. En dan probeer ik dinsdag ook nog even wat leuks te filmen. Dus ik doe heel erg mijn best, maar het is meer even wat jullie kunnen zien, ja, wat voor chaos het af en toe kan zijn. Dus ik neem jullie weer mee naar de volgende dag. Hey! Hey! Inmiddels is het een nieuwe dag en ik ben aangekomen op het locatie, het locatie op de locatie van de videoopname van de buitenritjury. We gaan nu op de buitenrit en ik ben heel erg benieuwd. Ik neem mijn vlogcamera niet mee op rit. Ik zal proberen wat te filmen met mijn telefoon en anders misschien een heel het geld van Rowan en Harry. Maar ja, de rest van de video gaan jullie natuurlijk zien op hun kanaal. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik laat de vlogcamera lekker in de auto en dan wat ik vlog, dan neem ik jullie mee ja, op mijn telefoon. Zijn jullie er klaar voor? Nee hoor. Waar is Rowan? Oh hier, hey! Verstopt, ja dat is waar. Wat doe jij? Ik weet het. Ik weet het niet. Ik kan mijn hoofd hebben zo. Oh, dat moet op film staan dan. Ik ben aan het filmen, ik had het niet eens door.
Oké, dan ga ik even mijn andere jasje aandoen. Dan pak ik even mijn cap en alles. Ja. En dan gaan we ervoor. Ik zeg al, ik laat mijn vlogcamera lekker in de auto. Want jullie video, niet mijne. Yes. Maar ik ben een soort van mijn kijkers aan het meenemen wat ik de hele week aan het doen ben. Oh, leuk. En ik ben ze eigenlijk ook aan het meenemen zonder dat ik ze meeneem. Want ik vertel eigenlijk alleen maar in de auto, dit heb ik gedaan en neem ik ze niet mee. Oh, ja. Ik weet niet wat mijn probleem is. Ik weet het niet. Het is echt... Moet beter. Oké, ik ga mijn capje alvast pakken. Let's go! Hey allemaal, het is weer een nieuwe dag. En wat ik al gisteren zei, ik neem jullie niet echt mee ofzo. Want het is zo'n grote chaos. Maar ik probeer dus vandaag de laatste dag wel een beetje mee te kunnen nemen, hoop ik. Ik heb al wel een paar dagen gedaan vanmorgen. Het is nu 2:00 PM. Dus dat betekent dat we al eventjes bezig zijn vandaag natuurlijk. Niet leuk. Ik ben nu even mijn ruitertje ophalen. Ruitertje, inmiddels een ruiter wel hoor, ze is 15. Dus, gisteren hebben wij een paard uitgeprobeerd bij een kennis. Die moeten wij voor hem verkopen. Hij is röntgenologisch niet eens goed gekeurd. Het paard is sowieso... Wow. Oké, we gingen over een hobbel, dat was zo hoog opgekend. En toen ging ik een motorrijder over die hobbel maar inhalen. Nou, het zal. Ik ben er weer. Maar goed, die moeten we eens verkopen. Paard is in ieder geval gezond. Heeft met rijden een beetje de neiging om gauw te hard te gaan. En af en toe niet helemaal lekker over de rug te willen lopen. En nou, laten we daar nou net een beetje goed in zijn. Dus dat gaan wij proberen te fixen. Ook voor het paard. Paard is super lief, super knap. Heel fijn beestje ook. Echt 3 goede basisgangen. Het is een KWPN Merrie. Van 1,70, 1,72. Zoiets. Dus het is ook nog wel lekker aan de maat. Het is echt een heel mooi paard. Ook een heel lief paard. Dus ik denk als wij dat rijtechnische een beetje onder controle hebben. Dat het echt allemaal heel erg goed moet komen. Want ik denk ook niet dat het echt een probleem is. Ik denk gewoon dat het een beetje vooral het doen is weer met er allemaal. We hebben hem ook al best wel een hele tijd, dus we kennen hem ook goed. Verder, ja, super lief beest. Dus die laat ik ook wel even van jullie zien. Dus dat is hartstikke leuk. En nu onverwachts. Ik heb verteld dat Daan en ik 2 keer bij een paard zijn geweest kijken. En dat gaat hartstikke leuk en hartstikke goed. Dus we hebben de arts van haar gevraagd, die zit daar in de buurt, van goh, hey, wanneer heb je tijd? En toen zei ze ineens vanmiddag. Toen dacht ik, oh my god. Dus vandaar dat ik mijn ruiter meeneem, Claudia. Want ja, anders ben ik alleen. En hun hadden alleen iemand mee die reed en niet echt een paarden had volgens mij. Of in ieder geval qua het vasthouden en het rennen met keuring en zo. Want ook klinisch. Dacht ik van, ik neem Klausje wel mee. Want ik wil wel graag altijd zelf mee kunnen kijken met de dierenarts. Dus als ik dan zelf aan het rennen ben met dat paard, dan kan ik dat vaak niet goed zien natuurlijk. Dus het leek mij sowieso een fijne gedachte om even iemand erbij te hebben die dat kan doen. Dus dat is heel erg fijn dat ze meegaat. En die ben ik dus nu aan het halen. En dan gaan we dus onderweg naar Brabant, want daar wordt hij gekeurd. Heel leuk. En dan hoop ik dus dat ik wat kan filmen. En ja, sowieso ook hij niet filmen is natuurlijk niet echt helemaal de bedoeling. Maar als het paard goed is gekeurd, kan ik wel wat uitleggen van de keuring en zo. En sowieso wat meer vertellen over het paard, denk ik. Ik denk dat het gewoon sowieso wel heel erg leuk is. In ieder geval. Het is allemaal gefixt en rond en we gaan het allemaal zien. En het is allemaal spannend, dus ik ga jullie vandaag even meenemen in mijn spanning. Want je weet het nooit hoe het gaat lopen. Ja, oké. Nou, hey, doei! Als je je afvraagt, wat doen die krullen? Nou, ik ben zeik nat geregeld op mijn onderbroek, echt waar. We zijn naar de keuring geweest. Ik heb dus niks kunnen filmen, want ja, ze waren natuurlijk super druk. En ja, ik vind dat een beetje asociaal als ik de dierenarts ga filmen. Dus dat heb ik niet gedaan. Maar ik heb goed nieuws, want het paardje is goedgekeurd. En dat betekent dat Tana en ik ons eerste verkooppaardje samen hebben. En dat is echt super leuk natuurlijk. Een leuke nieuwe stap. Dus dat is hartstikke gezellig en leuk. Alleen, ja, we hebben al ooit een keer een pony samen gedaan. Maar dit is echt ons eerste paard. En die gaan we natuurlijk zelf rijden. En onze eerste echte pony samen was Marshmallow. En daarna de Shetlander. Dus dat was wel even iets heel anders dan een paard. Het is een Verdot Merrie. Dat betekent dat het een
ja, echt sportpaard is, om het zo te zeggen. Ze is 7, deze is 8 jaar oud. Dus dat betekent dat ze ook al wel gewoon volwassen is. Ze is 1,65. Ze is gitzwart, super mooi, 2 witte achterpoetjes. Meer vertellen over haar. Ja, ze is super lief. Ja, echt heel erg leuk paard. Ik kan wel de naam vertellen, maar die naam wordt toch aangepast. Want dit vinden we echt afschuwelijk. Dus we passen haar naam wel een beetje aan. Ja, jullie gaan haar gewoon zien. Niet in deze vlog, maar wel in de volgende vlog. Want wij gaan haar pas vrijdag ophalen. Maar het is ook inmiddels later in de avond. We hebben ook in de terugweg op de file gestaan. Mijn ouders hebben gevoerd gelukkig. Want het was, ik zou het echt nooit hebben gehaald om de voertijd. Dus deden ze echt pas heel erg laat eten. En nu ben ik onderweg naar Bianca. Want ik ga Namke nog even rijden. Want ik heb zondag met Namke wedstrijd. Dus dat hoop ik dat ik dat ook kan vloggen voor jullie. Dat zou wel heel erg leuk zijn. Dus ja, ik ga Namke nog rijden. En ik moet ook zeggen, ik ben echt toteloos. Ik ben zo moe, ongekend. Bizar. En morgen wordt er weer een chaotische, drukke chaosdag. Ik weet niet eens waar ik daar de tijd überhaupt vandaan moet halen. Dus we gaan dat weer even allemaal meemaken. Hoe dat gaat. Maar we gaan het zien. Ik ga nu in ieder geval even Namke rijden. En ik denk wel dat Bianca even een stukje kan filmen van de training. Denk ik. Ik denk dat dat wel leuk is. Ik weet niet wat er met mij aan de hand is de laatste tijd. Bizar. Ik ben ook op een of andere manier druk. Maar ook druk in mijn hoofd. En druk met alles. Behalve met een leuke vlog neerzetten. En ik wil dat echt zo graag. En ongekend. Bizar. Maar ja, ik doe echt heel erg mijn best, jongens. Ik wil ook echt weer super leuke video's voor jullie gaan neerzetten. Want ik denk ook echt, dit is echt super leuk en interessant om allemaal te filmen. En dan wil ik filmen en dan doe ik dat gewoon niet. Omdat ik gewoon vergeet van, oh ja, ik had nog een vlogcamera bij. Dus misschien moet ik dan af en toe maar stukjes met mijn telefoon filmen als ik dat vergeet. Maar ja, in ieder geval, jongens, ongekend. Ja, ik ga gewoon lekker nu even Namke rijden. Dat ga ik dan even voor jullie filmen. En dat is natuurlijk ook wel even leuk. Dus ik hoop dat ik dat dus niet vergeet. Maar ik ben wel echt kapot, back off, moe, pijn in mijn lijf. Gisteren hebben we ook een buitenrit gemaakt van bijna 3 uur. Dus dat is ook niet helemaal mijn pakje aan. Echt, het was super leuk. Alleen, poeh, ik heb wel echt oprecht echt heel veel spierpijn. Ja. Dus ik hoop dat ik nog een beetje rechtop kan zitten en mijn ogen open kan houden op Namke. Oh, Namke. Nou jongens, dan weten jullie dat in ieder geval. Ja, wat ik al zei, het andere nieuwe paard moet ik ook even voor jullie houden. Want die staat er wel, maar aangezien mijn ouders hebben gevoerd, kom ik dus niet meer op stal. En heb ik niet gefilmd dat die aankwam, omdat ik gisteren dus op buitenrit kwam. En hebben die meiden het paard opgevangen. Dus ja, jullie houden het met spanning. En anders moet je even de Instagram pagina van mij checken. Daar ga ik ze binnenkort vast en zeker op delen. En ik denk nog wel eerder dan dat de video, onze volgende video, online staat. Dus dat, als je dan benieuwd bent, kan je even mijn Instagram pagina volgen. Ook gewoon @pureRasadivino. En ja, wat ik al zei, ik ga nu Namke rijden. Ik heb hier op laarzen aan, even plassen, want ik plas bijna mijn broek. Want ik heb echt bijna 2 uur in de auto gezeten. En ik moest daar al plassen. En toen was ik het vergeten vanwege de keuring. En toen moest ik ineens niet plassen of zo. Dus ik wil heel veel plassen. Dus ik ga dat eerst doen. Ik ga klaar zijn, ik heb hier op. En dan gaan we met de banaan. Ik ben net van Namke af. Het was een intensieve training. Laat ik het even daarop houden. Ze was een heel klein beetje stout. Dus we hebben eigenlijk niet zo heel veel kunnen filmen, want we waren eigenlijk voornamelijk bezig echt met het paard. En ik was Bianca heel veel dingen aan het uitleggen, dus die heeft niet gefilmd, want anders kon ze het niet opnemen, hè Bianc? Nee. Dus ja, ze was eigenlijk verder rest heel goed afgesloten. Was ze eigenlijk heel prima, even een paar oefeningetjes meegenomen. En wanneer rij ik er weer? Donderdagavond. Donderdagavond. En morgen gaat Bianc op Santos rijden. En hij heeft de hele week al stilgestaan bijna. Makkie, dus maar ik rij hem voor, dus komt goed. Maar we hadden even een beetje rust, want het was heel erg slecht weer. Maar goed, hier is Namke. Afgemat en al. Afgemat en al. Ze loopt gewoon door mij heen. Nam, oh, oh, oh. Niet de eerste keer. Vond je dit normaal? Vond je dit nou normaal? Doe eens flame, kijk eens koekje. Kijk eens flame. Lachen. Doe er wat aan. Hij doet het niet. Hij doet het niet. Doe eens. Bij jou doet ze het wel, denk ik. Niet het hoogste alleen. Kijk, koekje. Slagen. Slagen.
Dus lachen. Lachen, het leven is leuk. Lachen. Lachen. Bijna. Lachen. Kom, even opwinden. Kom, lachen. Even opwinden. Nee, ze doet dit. Jammer. Jammer weer. Jammer weer, Namke. Je kan het zo goed. Ja. Nee. Braaf. Een beetje. Ja, ze is verder hartstikke braaf. Ze was alleen een beetje... Ze had eigen mening. Nee, dat mag. Dat mag. Mag mijn eigen mening wel hebben. Hoort er ook bij. Ja, maar het hoort er wel bij. Dus, maar ja, goed. We hebben dus echt de focus voornamelijk hierop gelegd en niet op het filmen. Dat is echt weer stom, hè. Eigenlijk. Volgende keer gaan we filmen. Volgende keer. Ja, volgende vlog wordt ook leuk. Want dan ga ik filmen dat Bianca op Namke gaat rijden. Nee, op Santos gaat rijden. Nee. Wordt huilen. Ja, wel hè. Ja, want je hebt er ooit één keer opgezet toen hij nog L liep. Ja, dus ik ben heel benieuwd of je verbetering voelt. Nou, ja, misschien niet na een week deels daar, maar... week vakantie had hij. Morgen kan ik niet meer lopen. Nou, ga jij niet meer lopen? Nee. Nou, ik weet niet wat dat is met dat zadel. Want Namke is helemaal niet zo'n hele brede vries. Maar op haar zadel heb ik altijd spierpijn als ik heb gereden. Lekker man. Dat is ongekend. Ongekend. Maar jij bent smal. Dus kun je even daarmee doen. Ja. Nou ja. Jij bent ook smal. Ja. Wou je zeggen, volgens mij zijn we even smal. Nou, dat is... Nou, volgens mij wel. Nou, ik ga naar huis. Ja. Tot thuis. Doe de boep. Nee, ik ga jou niet helpen afzadelen. Nee. Lullig, hè? Ik ben wel verwend. Dat doe ik. Hij wordt op en afgezadeld en ingestapt voor hem. Ook nog. Namke, ik zie jou weer gewoon donderdag. En dan neem ik de kijkers ook weer mee, denk ik. Ja. Ja, dan gaan we wel filmen. Dan gaan we filmen. Lachen? En Namke heeft een snor. Oké. Okay. Ik zie jou. Doei! Doei, Namke! Oké, ik ga weer onderweg terug naar huis. Want ik heb een hele lange dag achter de rug. Vandaar dat Bianca hem ook echt lekker zelf afzadelt. En ik ga even mijn spullen in de auto leggen. En lekker naar huis toe. En dan de vlog afsluiten. Hey, dit zien jullie niet vaak. Ik ben een staart. Maar ja, goed, ik heb hem lekker ingelaten. Lekker nazweten. Gordeltje om. Lekker naar huis. Ja, en jongens, ik wil me echt mijn excuus maken voor deze vlog. Ik ga hem toch uploaden. Ik had er eerst over nagedacht om hem niet te uploaden. Ik dacht, ik doe dit wel even een andere keer, zeg maar. Allemaal. Dat ik even een weekje oversla. Maar dan kunnen jullie ook zien wat voor chaos het is in mijn zwijnenbjank. Wat voor chaos het is af en toe in mijn leven. Want ja, je hebt natuurlijk een eigen stal en paarden. En dan denk je, ja, maar dan kan je toch filmen. Maar je moet overal weer op tijd ergens zijn. En dan red je het niet. Maar dat is dus ook weer zo'n bizarre dag. Donderdag is weer een bizarre dag. Vrijdag gaan we dus dat nieuwe paard ophalen. Dus dat is wel weer... Ik had wel meer rust die dag. Dus dat is wel weer heel erg fijn. Dus in de ochtend heb ik gewoon lekker de tijd voor de eigen paarden. Vandaar dat Santos ook eigenlijk de hele week al niet zo heel veel heeft gedaan als hij vrij is een groot woord. Hij heeft wel gewoon gemangeerd aan de bijzet. En ik heb er tussendoor nog wel een keertje opgezeten na de wedstrijd hoor. Maar voor de rest is hij een beetje gelongeerd en heeft hij ook nog een dag pad op gehad. Dus hij heeft gewoon heel weinig gedaan. En morgen gaat Bianca gewoon een klein rondje erop om te voelen van hoe zit dat nou eigenlijk. Weet je, ik rij haar paard ook. Dus dat hebben we gewoon even voor de grap bedacht om dat te gaan doen. Superleuk. Hey, dat zijn allemaal leuke dingen om te vloggen voor de volgende vlog. Aanstaande woensdag. Volgende week woensdag, dus als je deze vlog kijkt. Of ik weet niet wanneer je deze vlog kijkt. Misschien kijk je deze vlog op een vrijdag. Maar goed, in ieder geval, wanneer deze vlog wordt geüpload de week daarna, dan denk ik dus dat ik een hele leuke video kan neerzetten met de nieuwe paarden. Met eventueel als ik de vlogcamera mee heb, dus Bianca die op Santos gaat rijden. Dat ik Namke ga rijden. Dan heb ik ook mensen om mij heen die dat allemaal kunnen filmen. Dus dat is heel erg fijn. Potverdikkie, ik ken ook niks hè. Ik kom nog een hobbel aan. Hopelijk valt hij niet weer. Maar ja, dan heb ik dus heel veel mensen om me heen. Die dus wel kunnen filmen. Dat had ik nu gewoon eigenlijk niet. En ik moet zeggen, ik ben ook zo ontzettend moe deze week. Dat is echt bizar. Dat ik gewoon echt de helft vergeet. Dus ik wil me echt mijn excuus maken voor deze vlog. Dat jullie niet echt heel veel hebben kunnen zien. En voornamelijk naar mijn gebabbel ook hebben kunnen luisteren. En ja, sorry. Maar goed, ik hoop alsnog dat jullie het toch een grappige video vonden. Dat jullie toch een beetje naar mijn gebabbel hebben kunnen luisteren. Ik krijg meer tijd voor video's maken. Er valt wat weg. Dat mag ik nu nog niet echt uitspreken. Dat vertel ik later wel. Als dat zelf op dat kanaal wordt gedeeld. Dus dan kan ik weer mijn volle focus leggen op deze video's. En dat vind ik heel erg fijn. En daar heb ik heel erg veel zin in. En ik had ook nog een keer... Ik was natuurlijk met Rowan en Naomi op buitenrit geweest. Een keer echt wat heel anders. En toen...
degene, de eigenaar van de stal, die doet western rijden. Dus heb je ooit western gereden? Zei ik, ja, nou, eigenlijk niet echt. In ieder geval niet dat ik weet meer. Vroeger was ik een heel klein meisje misschien. Vond ik toen al echt al kicken. En toen zei ze van, nou, ik wil dat een keer doen. Toen zeiden we ook, dat is echt een leuk video idee. Toen zag ik wel dat een paar andere YouTubers het ook hebben gedaan. Maar toen dacht ik, ja, maakt het uit. Ik ben een heel andere persoon. En we kwamen op dat gesprek. Dus dat is misschien ook wel heel erg leuk om een keer te doen. Dus er zijn echt wel hele leuke plannen om ja, leuke nieuwe video's te maken. Maar deze dagen waren zo chaotisch en het mooie weer komt er weer aan. Dus, en ik ben bezig, ik wil heel graag dus een nieuwe serie opzetten. Ik heb er zo'n heel leuk idee voor. Maar dat loopt nog niet helemaal lekker, want ik weet niet precies hoe ik het concept moet uitwerken. En ik heb daar ook andere influencers voor nodig en dan is het super druk. Maar misschien vinden jullie het ook leuk om dat concept uit te werken met niet alleen influencers. Misschien vinden jullie het ook gewoon leuk met vrienden, met bijrijders, met noem maar op, uit te werken. Ja, ik ga het plan nog niet vernoemen, maar als jullie dat ook gewoon prima vinden, is dat ook heel erg leuk om te doen, denk ik, met ja, niet bekende paardenmensen, zeg maar. Ja, dus ik wil jullie toch bedanken voor het kijken naar deze video. Een kleine update van wat er komen gaat in de volgende video's en wat ik deze week een klein beetje heb gedaan. En ik denk dat dit misschien 2% was wat ik van deze week heb uitgevoerd. Het is echt bizar. Deze week was een chaos. En ja, ik hoop dus dat jullie het toch een beetje grappig vonden deze vlog. En dat jullie dus zin hebben in de aankomende vlogs waar ik weer lekker voor ga knallen. En dan ja, heel erg bedankt voor het kijken. En natuurlijk voor al je support en, jullie, en ook voor de trouwe kijkers die altijd terugkomen kijken. Omdat dan mijn video's wat minder leuk zijn op dit moment. Dus ja, alleen maar liefde voor jullie. En ja, dat ik jullie weer snel mag zien bij de volgende video. En ja, vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren als je de leuke video's niet wil missen. En dan zeg ik voor nu, slaap lekker, want ik ben bijna thuis. Doei doei!